Yo, welkom bij ULS. Het programma dat je wekelijks op de hoogte houdt van de wereld van de urban lifestyle. Laten we maar meteen beginnen met een stylen reportage. Ik was uitgenodigd door een elektronica fabrikant om de nieuwste snufjes te checken. Jij weer. Je hebt al die connecties, hè? Ja, hey, I got the hook up. Maar laten we gaan kijken, man. Ladies and gents, please act like you got some sense. You know what I really want to know? Where do all the good girls go? What club they hang at? We zijn hier op een geheime locatie waar ULS is uitgenodigd om de nieuwste gadgets te checken die komend seizoen de markt gaan overnemen. Want mijn god, deze dingen zijn echt super vet. Waaronder deze auto. Candy-coated unicorns are je zou denken, is dit goed voor de rijveiligheid? Nou, ze hebben eraan gedacht, want hij doet het pas als de handrem omlaag is. Dus, helaas, je kan niet cruisen en films tegelijk kijken. Hold up. Hey Edo, mijn man. Ik liep net voorbij deze kast en ik zie een klein rood, voor mijn mp3-speler. Ja. Die ding wordt ook steeds kleiner. Ja, dat is ook echt ongelooflijk. Dit is inderdaad een netwerk Walkman. En het mooie van dit apparaatje is dat het werkt met een hele andere reductietechnologie. MP3 is een datareductie, maar dit werkt met ATRAC. En ATRAC is ontwikkeld voor de minidisc. En het slimme van ATRAC is dat je veel minder informatie, zeg maar twee keer zo weinig informatie nodig hebt om dezelfde kwaliteit muziek weer te kunnen geven. Stel dat ik nou nog meer dan dat wil hebben. Echt gewoon iets met een paar gig aan geheugen. Dat kan altijd gekker. We hebben, op dat gebied hebben we eigenlijk dit apparaat. Dit zit in een cradle. Het apparaat wat we hier zien, dat is de kleinste in zijn soort. Het is een 20 gigabyte harddisk zit hierin. Er zit een schitterend displaytje op. Daarnaast wordt hij in een cradle geleverd waarmee die direct aan de pc wordt gehangen en direct aan de voeding wordt gehangen. Dus hij wordt ook direct opgeladen. Ook weer op basis van die ATRAC technologie kun je hier meer dan 13.000 nummers in kwijt. Ja, dat is ongelooflijk. 13.000 dames en heren. 13.000. Hij maakt geen grap. In een waanzinnige kwaliteit. En hij is ook shockproof. En het is zelfs zo, als je het ding uit je handen zou laten vallen, wat uiteraard niet wenselijk is, dan trekt hij zelfs de naald van de harddisk af, waardoor de harddisk informatie, zullen we zeggen, dus, beschermd blijft. Dus ik zou hem nu kunnen laten vallen? Ja, doen we natuurlijk niet. Aha! Nee, er zijn grenzen gewoon. Er zijn grenzen gewoon. Uiteraard. Mobieltjes doen het ook altijd erg goed. En ik zie hier wat nieuwe dingetjes. Ja, absoluut. Waaronder een open. Ja, twisted model. Ja, maar het leuke hiervan is dat je hem openklapt, heb je grotere toetsen. Dat normaal, je hebt een lekker groot display, dus die combinatie. Daarnaast zit hier ook nu weer een mp3-speler in. Waanzinnige games, ook 3D-games zit hierin verwerkt. Natuurlijk een waanzinnig goede geluidskwaliteit. En er zit zelfs ook nog een radio in. Dus ook hier, dus buiten de agendafuncties, wordt de telefoon steeds multifunctioneler. En voor de gamers onder ons. Ja, wat ik al zei, die spelletjes worden steeds belangrijker in telefoons. En hier heb je dus inderdaad een tool, een gadget die je dus op je telefoon kan schakelen, waarmee je hem als een soort veredelde spelcomputer kan gaan gebruiken. Dus niet meer met die hele kleine knopjes hoeft te werken, maar een echte gamepad, zullen we zeggen, gewoon een perfecte directe controle. Dus je klikt hem erop en klaar? Klikt hem erop en klaar en gaan. Voor de mensen die het echt gewoon big pimping willen doen, 61 inch. Edo, mijn man. Tell me about it. Nou, zie je niet mee vergekken in de woonkamer, zeg dan zelf. Nee, dit is inderdaad de grootste plasma die we kunnen maken, zullen we zeggen. Mm-hmm. Want dit kan je in LCD niet creëren. Dus 60 inch is het grootste platte scherm wat er is. Hij is niet goedkoop, toch? Nee, dat moet ik toegeven. Je betaalt hier een €25.000 voor. En dat is 25. Ja, je hebt gelijk. Ja. Maar dan heb je wel wat. Thuisbioscopen doen het de laatste tijd ook erg goed, toch? Ja, zeker. Dit is ook weer een hoogstaand stukje techniek. Weer een voorbeeld, hè? Een flatscreen erbij, dus een mooi plat scherm. En dit in dit geval natuurlijk uitgerust met een Dolby Surround versterker, Dolby Digital. Natuurlijk met een DVD erbij. In dit geval is het een DVD recorder met een harddisk erin van 250 gigabyte. Waar je bijna 24 dagen onafgebroken mee zou kunnen opnemen in een lage kwaliteit. Het zijn trouwens wel lekkere stoelen dit, man. Ik denk dat ik hier ook nog even blijf zitten. Ja, zullen we blijven zitten? Even chillen. Even genieten van dit heerlijke programma. Ja, toch. Hey Edo, later. Hey mazzel. Wow, Leon, man. Hey, die tv is super large, vet, man.
61 inch. Oh man, dat is groot. €25.000. Dat is te veel voor een tank. Dat is een auto, man. Hey man, we can afford that. Nah man, I'm on the bike. Hé, hey, maar die Edo, je weet wel, die vertegenwoordiger die met me meeliep. Coole guy, man. Hij is echt urban. Hij voelde hem. Hij voelde hem. Ik weet zeker dat hij hem voelde. Okay. Maar what about the car? Wat heb je met die auto gedaan? Je bedoelt die uitgebouwde auto? Mm-hmm. Er zat geen benzine in, dus ik kwam niet zo ver, weet je. Dope auto en geen benzine, man. Dat is nou jammer. Keeping it ghetto. Keeping it ghetto. Hey.